Ja, het is druk bij de kraam zoals je ziet. En anders weten we waar je huis woont. U kunt nog instappen. Haal uw kaartjes aan de kassa. We organiseren elke maand een Alzheimer café in Elst. En we willen proberen om de mensen uit de omliggende dorpen ook te kunnen bereiken. En daarvoor hebben we in september hier in Heteren een Alzheimer café. Dat is op 19 september, het is morgens van 10 tot 12 uur in de bibliotheek. Van de Hoge Hof. Okay. Heb ik een handwerkgroep iedere dinsdagmiddag. Ja. En daar is iedereen welkom en iedereen doet wat hij graag wil. Aha. En dat probeer ik te verkopen. Mooi. Ja. En zei, ik heb hem nog van mijn moeder en die is nog van die en die is nog van die. Ja. Maar de hinnen niks. Nee. We hebben er plezier aan om het te maken en dat is al voldoende. Mooi. Nou, veel. Ik verkoop drukke t-shirtjes, cadeautjes, leuke dingen voor de eerste van de meesters. En bedrukkingen en van textiel. Ja, bedenk het maar, persoonlijke dingetjes. Superleuk. Ja. Ja. Als hij nu bestelt, kost hij 29,50. Tot en met 12 september. Ja, want dan loopt het project af. En wat we nu doen is eigenlijk een fotoboek maken. Waarbij ik elke dag een foto gemaakt heb in Heteren. Ja. Een jaar lang. Om het Heteren van nu te fotograferen. Oké. Ja. En dus daarom wou hij daarover een boek maken. En dus nu staan we op een markt en gaan we een boek proberen te verkopen. Zo. Het is helaas niet een kluswens voor jezelf, maar voor iemand anders. Dus dan kan je iemand anders echt blij maken met een waardecheck. Ja. Until you get a conclusion, if you don't come back, I think I'm losing. I think I'm losing. If I ever had your number, I think I will use it. I'm feeling some way, you know I hate losing. If your hope is in the bank, I'll rob it just to prove it. Wait up, go down. Need so snow, need slow down. Wait up, go down. Need so snow, need slow down. Follow me, follow me, follow me, follow me, follow me. Follow me, follow me.
Voor de kermis. Hartstikke leuk. Het heet bikefitting. En bikefitting, daarbij proberen we de fiets aan te passen aan de berijder. Want wat we heel veel zien is dat fietsen, die staan in de winkel, die zijn bedacht door iemand. En dan gaat de berijder erop zitten. En dan zet je het zadel een beetje hoger of lager. En de rest, dan moet die berijder zeg maar wat aanpassen aan de fiets.